Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben nu de kindjes hun fruitje aan het geven. Want ik moet zo dadelijk heel snel hun aan gaan kleden. Ja, en dan moet ik bloed gaan prikken. Want je moet er hier een tijd voor reserveren. Dus een afspraak maken. En ik moet een klein stukje lopen. Dus ik moet eventjes vaart maken. Dus daar ben ik nu mee bezig om de kindjes eventjes eten te geven. Ja, jongens. Goed zo. En dan probeer ik zo min mogelijk haast te maken bij de. Tenminste, ik probeer niet te laten merken dat ik haast heb. Want als ik dat ga doen, dan werkt niemand mee hier. Ik moet ze nog wel omkleden. Maar dat heb ik expres zo gedaan, omdat ik Jordi's luier dadelijk sowieso nog moet doen. En Liam die snottert nog. En die veegt continu alles aan zijn mouwen af. Hé jongen. Ja, het is lekker eten hè. Goed zo, Jordi. Ze krijgen iets van een half uurtje eerder hun fruit als normaal. Dus dat moet een keer kunnen. Wij hebben bloed geprikt, of tenminste ik heb bloed geprikt. De kinderen hebben toegekeken. En ik ben nu de sleutel aan het pakken. Ik wou even het gezicht van Jordi filmen op het moment dat ik de sleutel in de deur steek. Ja! Gaat hij erin? Gaat het deurtje open? De deur gaat open! Yay! Gaan we naar binnen! Ja, jij was naar bedje geweest, hè? Ja, en nu was hij weer wakker. Wat is er? Ja, mama gaat jou pakken. Ja! Hij heeft zijn hoofd een paar keer gestoten. Slimmerik. Ja. Dat is een lekker stukje, hè? Ja. Mama gaat jou uit bed halen. Oh, gewend je toch. Dat is jouw toet. Ik ga hem uit bed halen. Hé, knappe vent. Hier, neem deze mee. En dan gaan we lekker naar beneden, want je hebt gepoept. Kleine poepet. Heb je vast? Goed vasthouden, hè? Goed vasthouden. Goed vasthouden. Boom. Liam is dus wakker. En ik heb net deze grote vent ook wakker gemaakt. Hij doet goed poepen trouwens. Dat moet ik wel zeggen vandaag. En hij is een lekker oranjaatje aan het wegslurpen. Liam die zit in de box. Hij zit ook televisie te kijken. Ik heb Boomba even aangezet. Liam die zit hier in de box omdat hij in die andere box zo erg aan het koeieneren was. Hij was al 3 keer gevallen. En hij was Jordi niet aan het koeieneren. Nee. Hij klom ergens op. En dan wist hij niet meer hoe dat hij moest gaan zitten. En dan had ik hem al geholpen en geholpen. Maar ja, ik moest ook mijn eten klaarzetten. Jordi moest kwakken maken. Dus dat was even druk, 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 druk. Dus ik dacht, ik zet jou mooi even in je eigen box. Want dan heb jij die... Oh god, hoe noem je dat? Dan heb je die afleiding niet. Dan kan hij gewoon lekker in zijn eigen speelhoekje zitten en lekker spelen. En dan vindt hij het ook niet zo eng om meer te gaan zitten. Dus vandaar. Maar eerst hem even lekker laten drinken. Mijn eten staat al op. Weet de boerenkool met worst. Gewoon met, hoe noem je die worst? Gewoon sausijsjes of hoe noem je dat? In ieder geval, dat is wat we eten. Niels die is op dit moment even met Joefje naar de trimsalon. Die afspraak stond al, dus
We hadden met haar gesproken en toen zei ze, kom maar gewoon. Dus ja, dat is zien we nog even doen. En Liam ligt al te slapen en Jordi krijgt nu zijn flesje. En hij had alweer een beetje gepoept. Dus die gaan we zo dadelijk ook nog even doen. Ja? Lekker scheidkind van me. Lekker scheidjong. Is een lekker scheidjong, hè? Oeh. Een lekker scheidjong van me. Een bepaald iemand is hier nog wakker. Waarom ben jij nog wakker? Waarom ben jij nog wakker? Heb je gepoept? Heb je stinkend gedaan? Ja, dat is de camera. Dan kan je het niet zo doen, nee. Ja. Maar hij is wel lekker los. Hij is wel even lol. Dan zie je jezelf. Oh. Mama, je luiertje verschonen. Ja, snotte kont. Je broertje slaapt al. Slaap al even. Maar jij bent nog wakker. En mama moet nog van alles doen. Ja. Ik ga even met deze kleine rolbroek zijn luier verschonen. En nog even kroelen. En dan moet hij toch echt gaan slapen. Ja. Hou je zo van mama? Een goeie morgen. Jordi en Liam die hebben hun fles gehad. En dadelijk komt fruitje. Ik ben heel eventjes gaan liggen. Want die kleine was zo hard aan het stampen. Dus ik ben heel eventjes gaan liggen. De kindjes liggen lekker te spelen in hun eigen wereldje. En dat is alleen maar fijn. Joef die ligt daar op de bank. Je bent lekker hè Joef? Je ruikt weer lekker hè? Is ze weer schoon hè? Ze is gisteren gewassen. En ze ruikt hartstikke lekker nu. Ja, vandaag contact gehad met de fysio van Jordi. Ze kan gewoon nog steeds hier komen. En wel natuurlijk met de nodige maatregelen en zorg enzovoorts. En daar werken wij ook gewoon netjes aan mee. Dus die zou hij vandaag eigenlijk krijgen. Maar omdat hij nog steeds snottert, hebben we eigenlijk allebei gezegd van... Weet je wat, we laten hem een weekje nog eventjes bijkomen met zijn snot. Want het is niet de bedoeling dat zij verkouden wordt natuurlijk. En... Donderdag was het sowieso niet doorgegaan, want als het goed is gaat hij gewoon naar het ziekenhuis, want dan heeft hij controle voor zijn oren en gehoor. Dus ja, dat is dan. Dus dan was het sowieso niet doorgegaan. En ja, dus volgende week nog en dan heeft hij kerstvakantie. En vandaag hebben Jordi, ik en Niels een afspraak op de... ik noem het even medisch kinderdagverblijf. Het is een soort van school. In ieder geval. Daar gaan we vandaag een rondleiding krijgen samen met Jordi. En Liam die gaat dan eventjes naar zijn oom en tante toe. Niet Manuel en Bianca. Die gaat vandaag naar Jon en Bas toe. Dat zijn ook hele goede vrienden van ons. En dat is ook tevens de peettante van Jordi. En ze vond het heel leuk om een keertje op Liam te passen. Dus daar gaat Liam strakjes heen. Maar eerst ga ik nog heel eventjes op de bank hangen. Eventjes zorgen dat mijn buik even wat rustiger is. Want die kleine schopt nu ook de hond. Werd je geschopt? Ja, je werd geschopt hè? Ja, je kreeg gewoon een schop jij. Ja, dat is raar hè? Maar iets nog? Ik denk dat zij net zo lief voor de kleine is als die geboren is, als dat zij voor Liam is.
Want zij is echt heel gek op kindjes. Wel heel erg druk, maar ze is er wel hartstikke gek op. Dus dat is alleen maar mooi. Ze is hartstikke lief voor de kindjes. Voor mij en Niels is ze iets minder lief af en toe. Maar voor de kindjes is ze des te liever. Jordi vindt het niet altijd leuk, maar ze bedoelt het niet verkeerd. Dat sowieso. Hè? Ja. Moet je op knopje drukken? Ik ga graag op ontdekking met de dieren. Kijk, je kan gewoon op knopje drukken. Ik weet niet waar hier de bedoeling van is, Lian. Waarom ga je nou weer met je been eruit halen? Hallo? Waarom doe je dat nou? Ben je aan het kijken naar Joefie? Ja. Jordi is jou een beetje beu met dat geschreeuw. Papa? Ja? Waar zijn wij net geweest? Naar het kinderdagverblijf waar Jordi heen gaat. Juist. En het was heel mooi. Ja, hè? Past helemaal bij Jordi. Ja. Ze hadden daar een snoedelruimte. En Liam die heeft even problemen met... Wat hij nou gaat doen. Ja. Jordi is eventjes aan het ontstressen. Maar ze hebben daar een snoezenruimte, een zwembad, een ballenbak, een gymzaaltje. Ze hebben er echt alles. En wij hebben gezegd dat we Jordi daar willen hebben. Hè? De hond zit intussen tijd te vervelen. Ja, die denkt filmen, yay! Maar wij hebben gezegd dat we Jordi daar willen hebben. Hè? Ja. Dus nou word ik volgende week gebeld voor een intake. En dan kan die als het goed is in het nieuwe jaar. Op maandag, hè? Ja, we beginnen op maandag. Met één dag. Ze hebben 2 dagen wel gereserveerd voor Jordi. Maar hij begint op maandag. Dus dat is wat we gaan doen. Ja. Ja. Yeah. Dus wij zijn tevreden. En ik kon dat natuurlijk niet filmen. Want dat doe je gewoon niet. Dus vandaar dat we... nu vertellen, maar ze hebben er echt alles. En ze gaan kijken hoe ze Jordi met dingen verder kunnen helpen. Hè? Mm-hmm. Dus toppie! Nou gaan we lekker eten, mijn frietjes aan het bakken. En zorgen dat Liam daar naar bed gaat. En dan op een gegeven moment is Jordi aan de beurt. En dan gaat hij ook naar bed. Het duurde even, maar ook Jordi is uiteindelijk weer in slaap gevallen. Ik heb nog wat melk gegeven en zijn luier nog een keer verschoond. En papa is nog een keer naar Liam toegelopen. Dus, tutje erin. Kindjes. Wij gaan lekker slapen. Wij gaan ook deze ups en downs afsluiten, papa.
Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.